De reacties op YouTube zijn altijd een best wel interessant dingetje voor mij geweest. Er staan meestal hele leuke dingen in de reacties en ik lees ze daarom dus ook heel graag. Maar af en toe dan denk ik wel eens van Jezus, waarom moeten sommige mensen zo zeuren in de comments? Alsof ik ze iets schuldig ben en alsof ik alles perfect moet doen. Dat als er één dingetje niet klopt aan een video, dat dat dan een heel groot probleem is en dat die persoon dan per se een comment over moet schrijven. Dat was hoe ik me voel. En daarom ga ik heel wat comments nu aan jullie laten zien. Junken, kan je geen bosje meer innemen, want dat is heel irritant voor de kijkers. Like als je het ermee eens bent. Reactie als je het er niet mee eens bent. Dit was een comment onder mijn meest recente one-shot LTM. Game mode in Fortnite. Waarin je dus als je een struikje aandoet. de kans hebt dat als iemand jou bodyshot. dat je niet in één keer dood bent. En daardoor heb je dus meer overlevingskansen. En deze persoon begreep dat niet. Doe meer Rocket League. Nee, ik doe Rocket League wanneer ik dat zelf wil. Je kan het account ook aan mij geven hoor. Vind ik niet erg. Dat gaat over mijn Rocket League account. Het spel waar ik al een tijdje over zeg dat ik erover weeg. om er volledig mee te stoppen. En mensen willen altijd spullen van mij. Al heb ik een nieuwe computer, willen ze mijn oude hebben. Al heb ik een nieuwe muis, dan willen ze mijn oude hebben. Al wil ik stoppen met een spel, dan willen ze mijn Steam-account hebben. Wat me niet zo'n goed idee lijkt, want mijn Steam-account is honderd keer zoveel waard als mijn Rocket League-account. Maar goed, mensen zijn gretig en uh, denken dat ze alles van me kunnen krijgen, omdat ze denken dat ik ze iets schuldig ben of zo. Ik weet het ook niet, waar dit allemaal vandaan komt. Goed, laten we doorgaan naar de volgende: Mussig dat ik je witte octane als je echt klaar bent met het spel? Vraagteken, ik? Vraag Hetzelfde onder dezelfde video. Mensen willen spullen van me, en ik heb zoiets van: wat de fuck. Hier is er nog één van een Rocket League. Als je het toch minder leuk vindt, geef je mij je items maar. Uh. Gretige kinderen zijn jullie. Je loopt veel met je bel. Als je iets wil slopen, pak je je bel en dan doe je hem weer weg. Wederom, het is misschien een soort van advies, maar het is echt compleet nutteloos. Ik zou nooit in Fortnite mijn bel pakken als ik me niet veilig voel. Waarom gebruik je een heavy sniper? Het duurt heel lang om te reloaden. Misschien omdat ik er een tactiek achter heb. Of enig idee wat ik ermee ga doen. Mensen begrijpen niet dat er heel veel dingen zijn wat ik echt wel doordacht heb. Dit was een hele recente comment, maar onder een oude video van mij. Junken, je lacht echt als een ramdebiel. Kijkende naar uh, de profielfoto van Jaro, lijkt hij me niet super oud. Jaro, misschien is het niet slim. Voor jou om uh, comments te plaatsen. Want volgens mij heb je nog niet helemaal een idee wat je allemaal zegt. can, je bent slecht. Wat ik het grappige vind aan deze comment is dat hij onder een Scribble.io video is geplaatst. En er is niet echt een enorme manier hoe je slecht kan zijn in een tekenspelletje. Adado, het voelde nogal zeikerig over. 0958. Laat er toch tenminste een hunting rifle zijn in dit huis. In one shot is dat het beste wapen in the game. Dus wederom. Ik mag niet eens één dingetje fout zeggen. Of ik krijg alweer iets van. Oh, dat is heel dom dat je dat zei. Hahaha. Ha, ha. I don't get it. Ik was die dag vier video's aan het opnemen. En één zinnetje wat ik fout krijg, krijg ik meteen een comment over. De reden dat ik trouwens. Vier video's per dag heb opgenomen. Is omdat ik op vakantie ga. Dit is ook voor als ik in het buitenland zit. Dus uh, hey. Ik zit hier misschien in mijn kamer nu. Waar jij naar kijkt. Maar eigenlijk zit ik in het buitenland. Waarom neem je niet de Brood snipper mee? Reload sneller. Ik weet niet eens over welke sniper die het heeft. Sipbrood. -sip, sip suppressed. Ik vind het zielig dat je bouwt. <laughs> Dit is ook weer van die one-shot LTM video. Waarin je dus. Alleen maar met snipers kan schieten. En blijkbaar vindt deze persoon het zielig als ik bouw. Dus als ik tactisch probeer te winnen, dan is het verkeerd, dan is het fout. En heel zielig. <laughs> Waarom neem je de heavy, gas? Het is een one-shot. Semi is veel beter. Uw, dit is eigenlijk weer hetzelfde als de vorige. Het is tactisch om iemand zijn muur eruit te knallen. Ik haat scoped guns. Daarom gebruik ik altijd de hunting rifle in one-shot. Waarom gebruik je de noob glider? Ja, oké. Okay, top. Dus het maakt ook al uit welke glider ik fucking gebruik in een videospelletje. Snap je wat ik bedoel? Dit is... Dat is complete nonsense. Fucking boeien welke glider ik gebruik. Ik kies gewoon een glider die ik leuk vind. Hou eens op met there you go zeggen aan het einde van je zinnen. Ja, dat doe ik nou eenmaal heel vaak. En dan ben ik gewoon blij dat ik iets heb gedaan in het spelletje, oké? Okay? Al is het een sprong halen, al is het een kill maken. Stopwoordjes zijn er nou eenmaal om irritant te zijn. Het hoort bij iemands persoonlijkheid, oké? Okay? Leuke video, maar stop met yeet en yeeten. <laughs> deze vond ik leuk. Klein beetje terecht, omdat ik heel veel yeet zeg nu. Volgens mij wil deze persoon heel graag dat ik huts ga zeggen. Uh, wil ik ook best doen, moet je even een comment achterlaten. Dan ga ik het zeggen vanaf nu, oké? Okay? Duncan, ga de server van Ruide joinen in Ark X Ticon. <laughs> Deze persoon heeft geen idee hoe die Extinction schrijft. Desondanks, nee. Ik speel geen Ark meer. Het spijt me. Het is, uh, het is een leuk spelletje, sure. Maar om het als YouTube-serie te doen, was gewoon net niet voor mij weggelegd. Ik ben wel van plan weer terug in het Survival genre te komen met Hytale op het pad nu... Dus misschien als je dat wat vindt, dat ik je nog tevreden kan stellen. En anders niet. Sorry, man. Je moet het maar doen met dit soort video's. En Fortnite. Deze had twee comments onder elkaar geplaatst. De onderste is de eerste. En de bovenste is de tweede die hij heeft geplaatst. De kantine, denken jij speelt vals? Duncan, jij speelt vals. En Linktiger niet. Op een hele oude bingo-video van mij en Link. Waarin Link een soort van vals speelde. Tenminste, het leek zo. En ik zei tegen de comments dat ze. Moesten zeggen dat Link vals speelde, terwijl het niet zo was. Het was een speels dingetje. Maar goed, deze persoon neemt dat veel te serieus. Hè? Huh? moet kunnen. Fortnite is shit. Ga me nu uitschelden omdat ik jouw favoriete game heb beledigd. I mean, op zich is dit niet een ene zeurende comment, omdat deze persoon gewoon zijn mening wil geven. Het punt waar ik hem op wil aanhalen. is dat hij me eigenlijk een soort van commandeert. om hem te beledigen. Hij zoekt die aandacht. En dat vind ik heel gek. Ik Bedoel, je mag het beste uitkomen voor je mening. Daar zijn de comments voor. Iedereen mag zijn eigen mening uiten. Sure. Maar wat de fuck? Als je zegt van. oh ja, dit is mijn mening. scheld me hiervoor uit. Best wel een uh, apart principe. <laughs> mijn knieschuif is zwaar gekneusd. Vind ik heel kut voor je, Sven. Ik heb je er gewoon ingelaten omdat je eigenlijk hiermee gewoon zit te zaniken over je knie. Uh, ik vind het oprecht kut. Wetenschap. Weet ook niet wat je hier doet in de video, maar je hebt het gehaald. Fortnite heeft alweer wat gejat. Van Overwatch, van de Hero Ash. Zij heeft ook zo'n soort gun. En ook met knockback. Dat gaat over de nieuwe Pistol. Die is geïntroduceerd in Fortnite. Ja, games jatten nogal veel van elkaar. Dat is uh, inmiddels gewoon gebruikelijk geworden. Er is ook uh, gaande dat Fortnite. Het is uitgelekt, tenminste. Van plan is om uh, van Apex het respawn systeem over te nemen. En games in het algemeen jatten gewoon functies van elkaar. Of jatten ze, nemen soortgelijke functies. Om gewoon het spel in het algemeen beter te maken. Als ze zien dat een feature heel populair is bij het ene spel. En je kan het overnemen om jouw spel beter te maken. Waarom zouden ze dat niet doen? Sure, je krijgt er wat kritiek voor. Maar het is ook weer heel leuk voor de mensen die dat spel graag spelen. Eindelijk beseft Junken dat er ook meisjes kijken zoals ik. Van Sarah de Jong. En de reden waarom ik deze comment erbij heb gehaald, jongens, is omdat er eigenlijk helemaal geen meiden kijken. Het was een grapje. Het is echt niet waar dat zo'n 20% van al mijn kijkers vrouwelijk zijn. Dat is allemaal leugen. Dus uh, hallo, jongens. Fuck de meiden. En daar gingen allemaal vrouwelijke kijkers. <laughs> Hebben jij en Rudy ruzie? Nou, eigenlijk wel. Ik heb Rudy namelijk uitgedaagd voor een 1v1 in Fortnite. En hij zei nee. Maar misschien dat het me nog lukt om uh, een 1v1 tegen Rudy te doen. Dat lijkt me erg. Geinig. En dan kunnen we deze ruzie mano a mano oplossen. Een comment op mijn reageren op mijn eerste Fortnite solo win. Dit heb je van Rudy. Kijkers zijn zo boos wanneer je een idee hebt van een ander persoon. Rudy heeft mij persoonlijk verteld van... Hey Duncan, ik vond het best wel leuk om op mijn uh, eerste Fortnite win te reageren. Misschien is het ook iets voor jou. Toen heb ik er even over nagedacht, heb ik het ook gedaan. Inderdaad, ik heb het van Rudy. Hij heeft het me persoonlijk aangeraden. En blijkbaar is dat... Heel verkeerd om dat te doen. I mean, sure. Mensen houden van originele content. Aan de andere kant heb ik zoiets van: hé, hey, weet je, soms is het niet verkeerd om hetzelfde idee uit te voeren. Zolang de uitwerking maar anders is. En zolang het maar leuk is om te kijken. Dat is belangrijk, toch? Als ik nou exact hetzelfde zou doen. Dan denkt iedereen van, ja, dit heb ik al gezien. Laat maar zitten. Maar het is compleet mijn eigen twist. Goed, dat is een hele andere discussie. Irritant, die 360p. Ik word gek. Ja, superkut, Brent, dat jij uh, heel vroeg bij mijn video bent. En dat die nog verwerkt moet worden. Dit gaat over een video Die upload ik meestal echt meteen wanneer ik uh, kan. Dus ik neem een video op. Ik edit hem meteen. Ik gooi hem meteen online. Al is die nog 360p. Video's moeten dan eenmaal verwerken. Het duurt even voor YouTube om te denken van... Oké, okay, we hebben net de video binnen... Uh, we kunnen eerst de 360p-versie online gooien en over 10 minuten komt de 1080p-versie. Maar mensen, in die eerste 10 minuten dat de video online gaat, worden helemaal wild. Ik snap er echt helemaal niks van waarom ze zo wild worden. Want oh my god, het is 360p, het is niet kijkbaar. Want als je dit zo vervelend vindt, kom over 10 minuten terug. Als je het nu wil kijken, dat kan ook, het zit alleen in de lage kwaliteit. Wat een slechte kwaliteit, Dunker. Kijk, dit is precies wat ik bedoel. Dit ging ook over 360p en mensen blamen mij daarvoor. Kan ik er iets aan doen dat YouTube nog steeds kutverwerkingssystemen heeft? Kan er gewoon niks aan doen, oké? Okay? Dat is nou hij, moet is. Oh. <laughs> en ik kwam hier uh, langs een foto van mezelf. Oké. Okay. Nou, jongens, dat waren ze. Ik was nog verrast dat ik in uh, de periode van de tijd waarin ik heb gezocht. Want volgens mij zocht ik in de afgelopen twee dagen of zo. Nee, wat was het? De verste comment was één dag of zo. Dus het was niet eens tussen heel veel tijd waarin al deze comments waren geplaatst. Al zocht ik iets verder. Dan had ik waarschijnlijk heel veel comments gevonden van. Kan je je alsjeblieft scheren? Maar dit keer hebben jullie mij gespaard. Dus dank jullie wel daarvoor. Waar ik jullie nog meer voor wil bedanken is een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal als je meer video's zoals uh, dit wilt. En ik wil jullie natuurlijk bedanken voor het kijken. Ik zie jullie hopelijk bij de volgende keer. En uh, als je nog iets te zeggen hebt, laat het even lekker achter in de comments. Tot de volgende keer. Later.